Nico Rechtien uit Someren ontving op maandag 17 februari de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veldman van Someren spelde Nico de versiersel op tijdens zijn afscheid als voorzitter van het IVN Asten Someren. Plezierig om hier vanavond te zijn. Ik heb mij keurig gemeld bij mijn collega van Asten dat ik vanavond in zijn gemeente iemand toe ga spreken. En dat vond hij uiteraard goed. En ik sta hier namens Zijne Majesteit de Koning, Nico, om vanavond wat tegen al deze mensen te zeggen, maar eigenlijk in het bijzonder tegen jou te zeggen. Want jij bent vanavond geëindigd met een behoorlijk lange carrière binnen het IVN. Daar heb jij heel wat werkzaamheden verricht. En niet alleen bij het IVN, maar misschien mag ik wel zeggen dat het zwaartepunt van jouw werkzaamheden toch in al die jaren bij het IVN heeft gelegen. En vandaag ook dat ik vanavond hier ben. Want als ik mensen toespreek, dat weet jij ook, dan is het meestal op andere momenten en op andere plaatsen. En dan vanavond mag ik hier staan namens Zijne Majesteit de Koning. En het heeft hem in ieder geval behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En ik wil jou graag dat opspelden vanavond. Ik moest wijzen. Zo. Nico Rechtien, lid in de Orde van Oranje-Nassau, net gestopt als voorzitter van het IVN Asten Someren. Bent u verrast? Ja, zeker. Ja, de meeste mensen zijn verrast. Het is maar goed dat ze me geen kobeertje aan hebben gedaan, maar dan had ik het geweten. Nou, ik zeg, nee, dat doe ik niet. Dus als ze het mij gezegd hadden, dan had ik gezegd nee. Dat doen we dus niet, want ik vind het leuk om te doen en ik heb die capaciteit. En ja, voor mij hoeft het niet per se. En u doet heel veel vrijwilligerswerk. Ja, ik doe het wel. Ja, ik ben vroeg thuis gekomen met werk en uiteindelijk is het dan, ik wil wat doen, ik kan niet thuis zitten. En hoe lang bent u voorzitter geweest van het IVN? Ik ben precies 14 jaar voorzitter geweest. Daarvoor nog 4 jaar penningmeester. En u blijft nu wel actief voor het IVN? Ja, dat blijft wel. We moeten de overdracht nog allemaal doen en zo. Dus er komt nog aan van alles. Bent u wel een klein beetje trots? Ja, ik ben eigenlijk meer trots op de club als het feit dat ik dat lintje heb. Dat vind ik allemaal heel aardig. Dat hebben ze allemaal bedenkt. Maar ik vind de club zelf, dat is voor mij een warm nest en daar zal het toch altijd blijven. En ze waarderen het, want anders had u nou niet, bent u niet voorgedragen voor een lintje. Nee, precies. Dat zal wel zeggen. Dan moet je eigenlijk aan hun vragen. Want zij hebben het bedacht. Maar ja, goed, ik ben er wel trots op jou. Ja.